In deze video laat ik zien hoe u voor een debiteur een kredietlimiet inricht. U kunt een kredietlimiet instellen bij zowel debiteuren als crediteuren. En in dit voorbeeld gaan we uit van een debiteur. U legt het kredietlimiet vast in de stamgegevens, schaalende logistiek naar verkoop-verkooprelatie. Open hier de gewenste verkooprelatie en ga vervolgens naar het tabblad debiteur. Vul hier het veld kredietlimiet. Terug in de weergave van de debiteuren is het prettig om een goed overzicht te hebben van de debiteuren met kredietlimiet. Ik heb een eigen weergave gemaakt en het veld kredietlimiet toegevoegd. Waar u ook voor zou kunnen kiezen is om een filter te plaatsen, zodat u alleen de debiteuren ziet die daadwerkelijk een kredietlimiet hebben. Op die manier kunt u bijvoorbeeld eenvoudig deze verkooprelaties een mailing versturen. Pas de huidige weergave aan. Voor de eenvoud zou ik laten zien hoe u makkelijk het veld kredietlimiet terug kunt vinden. Dit veld die heb ik inmiddels toegevoegd, maar zou u eenvoudig hier ook zelf toe kunnen voegen. We gaan naar het geavanceerde filter. En we filteren hier alle kredietlimieten met de waarde 0 weg. U ziet direct dat alleen de verkooprelaties getoond worden waarbij een kredietlimiet gevuld is. Na het toevoegen van het kredietlimiet in de debiteur is het ook belangrijk dat wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer het kredietlimiet bereikt wordt. Dit doet u in de boekingslayout. U kunt het vastleggen in zowel de boekingslayout van de offerte, order of pakbon. En in dit voorbeeld gaan we uit van de pakbon. Ga naar het tabblad Algemene instellingen. Hier kunt u een keuze maken wat u wilt doen wanneer het kredietlimiet overschreden wordt. In dit geval kies ik ervoor dat wanneer het kredietlimiet overschreden wordt, dat ik een melding krijg en dat de order, of in dit geval de pakbon, geblokkeerd wordt. Nu we ook de boekingslayout hebben aangepast, ga ik voor de debiteur waar we zojuist een kredietlimiet hebben toegevoegd, twee pakbonnen aanmaken. Het kredietlimiet wordt namelijk niet alleen berekend over de openstaande posten, maar ook over de niet geleverde orderregels, de niet gefactureerde pakbonnen en de nog niet gejournaliseerde facturen. Allereerst maak ik een pakbon aan voor een bedrag onder de 5000 euro. U ziet dat er geen melding verschijnt en dat ik deze pakbon zonder probleem kan voltooien. Vervolgens maak ik een tweede pakbon aan. Nu ga ik ervoor zorgen dat het bedrag boven de 5000 euro gaat uitkomen. U ziet direct dat er een melding komt dat het kredietlimiet overschreden is en dat de pakbon geblokkeerd wordt. Ook ziet u in de weergave dat het vinkje bij geblokkeerd aanstaat. U kunt deze vrijgeven wanneer er besloten is dat deze toch doorgevoerd kan gaan worden, middels de actieknop Vrijgeven pakbon. De pakbon is geopend en links onderin klikt u op de button Vrijgeven. Ook ziet u dat het vinkje onder de tabel geblokkeerd niet meer aanwezig is. Tot dusver de video over het inrichten van het kredietlimiet.